Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, het is 12:15 geweest, zo te zien. Ja, 12:46. De huishoudelijke zorg, de invalster van Rebecca, is boven weer bezig. Ja, dat ik zal even de deur dicht doen. Een trapje heb ik maar even hier in de kamer gezet, zoals jullie achter mij zien staan. Want die zetten ze iedere keer. Daar. Tegen die papieren klok op. En dat vind ik een beetje zonde, dan gaat die klok kapot. Dus dan maar even in de kamer. En dat komt dan ook wel goed. Het, nou, hier zit ons prinsesje. Hallo. Hallo. Nee, ik ken er geen hallo af. Nou, dan niet. Ja. Nou, en natuurlijk Frodo, die lastig is vandaag. Ik kon vanochtend niet eens aan mezelf toe. Moest maar aan hem denken. Nou ja, oké. Hebben we het maar even gedaan. Maar al met al, daardoor was ik later voor mezelf. Wat is er nou? Doe maar. Meneer Huppelkomt. Maar oké, het is donker en het is triest hier. Het regent hier. Grijs dus. Misschien dat het over het hele land zo is, dus misschien ook bij jullie. Dat weet ik allemaal niet. En hier heb ik Gandalfi. Ja nou. Ja man, ik zal je hand ook weer even hier opleggen. Is je ook heel goed op de kachel, hè? Ja, ik kan je ook lekker op de warme kachel leggen. Hé, hey, kereltje. En mevrouw, goedje. Ja hoor, hij is lief. Spinnenkop, hè? Spinnenkop, hè? Spinnenkop, ja? Jo. Dat, ja, zo gaan wij onze middag door. Oh, donker. Wow. Het is echt donker, hoor. Kan er niks aan doen. Nee. En mijn lamp wordt ook alweer minder. Ja. Nog even kijken, weer inkijken. Gaat nog niet helemaal, maar oké. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En ja, ik weet niet wat ik vandaag doen moet met dit weer. Drop-out ga je ook niet. Dus het wordt een verveeldag. Ja, nou ja, ik ga kaarten schrijven, kerstkaarten. Wie doet dat nou meer? Doen jullie dat ook? Laat het even weten. Ja. Wil je mijn adres hebben? Nou, dan zal je even naar Facebook moeten. Mij daar even aantikken in mijn pb en dan kun je mijn adres vragen. Ja, dat is geen probleem. Zolang er niks gekke dingen mee wordt gedaan, mag je mijn adres weten. Alleen nog voor een kaartje en goede vriendschap. Ja. Dus dat kan altijd leuk zijn. Je kan nooit niet vrienden genoeg hebben. Beter een vriend te veel dan te weinig, zeg ik dan maar. Ja, maar oké, ik ga eventjes een nichtje van me bellen. Ja, dat een tijdje niet gesproken, even weer bellen. Dat ik zou zeggen, geniet van alles en tot straks. Hallo lieve vrienden, ja, het is, loopt alweer tegen 4:00 aan. De huishoudelijke zorg die is al lang alweer weg, die is... Van drie uur doorgegaan, kan je nagaan. Ja, zoiets. Ik ben druk bezig geweest met kerstkaarten schrijven. Leuk hè? Ja, ik heb altijd van die mooie. Ik hou niet van die moderne kaarten, vind ik ook niet mooi, nee. Ik vind dit veel meer warmte geven, ook veel mooier gemaakt enzovoort. Ja, ik vind dat veel mooier. En ik heb net de laatste envelop geschreven, zover ik het weet. En dat is dan hier in een helderzaal. Die kan ik allemaal zelf mooi rondbrengen. Die scootmobiel, die rijdt wel. Dat, ja, het is nou pas voor de tweede keer dat ik eventjes vlog. Dus ja, misschien worden het wel twee filmpjes aan elkaar vast. Ik weet het niet. Nee. Ik heb het nog druk. Ik heb nog veel meer te doen dan enkel op mijn kaarten te schrijven. Ja. Maar ik ben er momenteel voorlopig er doorheen. Ik weet het even niet meer.
Maar misschien dat morgen weer te binnen schiet van, oh ja, die moet ook nog. Dan schrijf ik dat even op, weet je wel. Maar dat komt allemaal wel goed. En ik ga verder. Poesebeestje Eeuwen, die ligt daar lekker te slapen. En Frodootje, die legt, hou mijn hand, die legt op de bank zoals gewoonlijk te slapen. Ik weet niet of jullie me zien. Ik weet het niet, hoe ver ik moet er ronddraaien. Nou, ik ga er wel even naartoe. Ik zie het niet eens. Kijk, daar ligt hij. Lekker te slapen. En kan de half? Nou ja, weet jij het, dan weet ik het ook. Want ik weet het echt niet, nee. Nou ja, maakt ook niet uit. Nee. Ik ga in ieder geval een bakje koffie maken. Ik heb al aan mijn arm van het schrijven. En dan zal ik de vaatwasser nog leeghalen. En de vuile boel in de vaatwasser doen. Want ja, er staat dus nou, ja, ik denk ik wacht totdat die huishoudelijke zorg is geweest. Dan kan dat haarspul ook gelijk mee, weet je. Dan staat dat niet weer op het aanrecht. Dus ja, ik ga verder en ik zou zeggen tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik ben ontzettend verlaat, want er was weer van alles en nog wat aan de gang in de groep van de 50-plussers. Blijkt van door een stel kleine kleuters daar. Jeetje mina, volwassen zijn ze niet meer. Nee. Dus, nou, ik heb net de dieren eten gegeven, die zijn al klaar, nou ben ik zelf aan de beurt. Maar ja, mijn groenten, ik had het zelf gekookt en zelf in de diepvriezer gegooid, maar nou duurt het nog zo lang, maar ik heb er wel zin in, dus. Nou, ik heb daar nog wat champignonnetjes met sippeltjes en ik heb daar een stuk vlees erin. Dus ja, nou is die bloemkool ontdooien. Dus bloemkool in. En ja, dan komt er ook een hoop water los natuurlijk, dus dat giet ik zo wel even af. Ja, ik hoef geen water te hebben. Maar oké, ja, en dan ga ik eten. Het is dus al laat, hoe laat leven we? Even kijken. 19:40, dus ja, bijna 8 uur. Daar loopt het tegenaan. Dus dan hebben we ook weer GTS-T. Dus ja, even maar afwachten wat de avond me brengen gaat. Ik weet het nog niet. Nee, maar ik wens jullie wel allemaal een hele fijne avond toe. Ja, en wat het gaat worden 11 december, weet ik ook niet. Maar het gaat heel wat moois worden. Zeker weten. Ja, 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 ja. Dus ik zou zeggen, let op voor 11 december. Ja. Dan vloggen we er met z'n allen erop los en dat gaat heel mooi worden. Ja, 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 ja. Dat, Frode, wat gaan we doen allemaal? Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie avond en tot later. Ja, goedemiddag lieve vrienden. Ja, ik zit weer in de zon, dus dan zien jullie gelijk dat hier de zon schijnt. Ja, ik wens jullie als eerste natuurlijk een hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Bij mij, Corina Luisterburg de Jong. En mijn diertjes, dat vormt samen Corina en de beestenboel. Ja, mijn hondje heet Frodo. En hij heeft twee poezebeestjes. De ene is een vrouwtje, dat is Eeuwen. En dan heb ik nog ergens een rode, ja lichtrood, bruin, wat noem je dat voor een kleur, aan de kater. En die heet Gandalf. Ja, zijn wel geholpen hoor, behalve Frodo niet. Maar die komt toch niet buiten verder dan de tuin, want die mag ook niet meer verder van de dierenarts. Nee, die is ook helaas minder valide. En we leven vandaag op vrijdag 30 november. En het is 12:02. En Astrid die komt straks weer gezellig bij me. En dan eten we vanavond weer samen. Dus ja, ik was bezig voor een bakje koffie. En nog even een broodje voor mezelf. En daar ga ik er lekker van genieten. En hier hebben we Gandalf. Die gaat weer drinken op een achtelijke manier. Hij doet zijn pootje in het water. En die likt hij af. Nou, hoe vreemd wil je dat hebben? Doet hij altijd weer. Zo raar. Waarom hij dat doet, ik weet het niet.
Hij doet dat al vanaf kind en af aan. Ik denk dat hij niet fatsoenlijk geleerd heeft om te drinken. Ik weet niet wat het is. Maar hij krijgt wel zijn drinken binnen. Maar hij kent het ook wel, hoor. Want hij doet het ook wel met zijn tongetje. Want dan doet hij het ook nogal vreemd. Dan is het net alsof hij hamstert. Want dan haalt hij zijn bekje er weer bij weg. En dan hoor je hem echt drinken ook. Van dat water wat hij in zijn bekje heeft. Dus ja. Nou, hij is groot geworden. En hij ziet er goed uit. Toch? Ik kan dat? Ja. Mauw. Mauw. Hé? Je mauw. Ja, dus dat komt allemaal wel goed. En Eeuwen, nou ja, die drinkt normaal. Die doet normaal. Ja, die gedraagt zich als een fatsoenlijke poes. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En ik zeg tot straks. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Heel tijd weg geweest, althans. Wel thuis, maar niet gevlogd. Omdat Astrid er is en die staat nou buiten lekker even een paffertje te doen. Ja, die staat te roken. Ik niet hoor, moet die troep niet. Ik heb koffie ingeschonken. Dus voor Astrid een bakje koffie. En natuurlijk voor mijzelf een bakje koffie. En dan gaan we straks lekker aan het eten beginnen. En natuurlijk eten we vanouds weer. Stampot en wijfie met spekjes. Maar wat doen we er doorheen? Ook nog een keer. En dan moet het allemaal wel willen. Sippeltjes, dat gaat er ook nog doorheen. Ja, ja. En niet één, nee. Wel meer. Ik moet nog weer eentje zoeken. Ja. Met één hand gaat het een beetje moeilijk. Dat is een te kleine, zo. Kijk. Nog een sippel. Lekker. Twee. Die gaan er ook in stukjes erbij doorheen. Lekker, 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 lekker. En wat kruiden natuurlijk. Dus het komt allemaal goed, dat ik zou zeggen. Wie goed doet. Toedeloetweetweet. Wat dan? Toedeloetweetweet. Oh, nou, toedeloetweetweet. Wie goed doet, hoe zeg je dat ook weer, die gezegde? Wie goed doet ontmoet of zoiets, hoe zeggen we dat? Het is graag lekker, ze staat in nee, ja, maar dat is met Sinterklaas. Ja. Maar nee, je hebt een gezegde buiten Sinterklaas om. Wie goed doet, ontmoet of zoiets, weet ik veel. Nou ja, misschien dat jullie het weten, vertel het me. Ja, wij willen dat graag even weten. Dus ik zeg, eet smakelijk voor degene die gaan eten. En een fijne avond en tot straks. Ja, lieve vrienden, jullie zien het. Die zitten lekker te eten. Ja, en Eeuwin die zit bij mijn bureau te eten. Die heeft veel meer te verhaalstukken. Want die grote, die krijgt minder, omdat die buiten ook spullen krijgt van buren, etc. En dat krijgt zij weer niet. Dus ja, dan krijgt ze thuis gewoon wat meer dan hij. Simpel zat. En ja, en Astrid is natuurlijk ook alweer naar huis. Ja, het is, hoe laat leven? 18 minuten over 6, dus 18:18. Haha, leuk! Ja, we hebben het gezellig gehad, we hebben het fijn gehad, we hebben lekker gegeten. Nou, haast niet gegeten, maar zowat gevreten, maar daar heb ik een hekel aan. Dus we hebben lekker gegeten, ja. Ik wens jullie allemaal verder een hele genoeglijke, fijne, liefdevolle avond. En ja, verder zien we wel hoe het gaat vanavond. Ja, ik ben dus vanmiddag ook even weg geweest, want ik moest spekjes halen. Astrid die heeft een cadeautje van mij gehad. Jullie hebben Astrid ook even kunnen zien. En Chrisje die komt heel misschien zondag, maar dat weet ik niet hoe laat. Ook die krijgt een cadeautje, daar heb ik ook al voor haar in huis. Dus ja, gezellig toch? Gewoon zo vast een Sinterklaas cadeautje. Ja. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond en tot strakjes. Doei doei. En hele goede avond, lieve vrienden. Ja, we zijn in de avond alweer beland. Alweer een tijdje trouwens hoor.
Ja, ik ben bezig een vlog zometeen in elkaar aan te zetten. Ik wil dit er graag nog bij hebben en televisie te kijken. En ik heb even samen met Rodo lekker even op de bank gelegen. En ja, toen stond ik weer op en toen had ik het toch een portje koud. Dus ik heb even een dekentje om me heen. Maar het maakt niet uit. Hé? Ja, hè. En jij hebt een dubbele vacht, hè, waar dat er gaat. Ja, jij krijgt het 1, 2, 3 niet koud, hè? Nee. Wat voor dikkie, hè. Oh, mag ik dat niet doen? Ik ben te lief. Hé? Ja. En waar Eeuwen is? Die doet trouwens stoute dingetjes, Eeuwen. Ja, die gaat op de vensterbank zitten wat niet mag. Maar, oké, daar is ze niet. Ik heb trouwens vanmiddag wat leuks gekocht. Ik had al eens een keer een kerstman gekregen van mijn mannetje. Die achter een piano zat. Ik zal die ook weer even laten zien. Dat is leuk. Nou, pak hem eventjes. Er staat wel een afwas, maar ja, dat zijn we nog gewend. Zo. Even een knopje drukken. Dat is die. Dan heb ik vanmiddag eentje gekocht. En die is ook zo leuk. Zo leuk. Even die weer op zijn plekje terug. Dan zullen we die even pakken. Ook eventjes aandoen. Ook even zien hoe dat knopje werkt. Oh ja, dat is een schuifknopje. Ik moet jullie even inzetten, want het gaat niet met één hand. Even kijken. Leuk, hè? Ik vind het zo leuk. Ja, die vond ik zo geweldig. Ik dacht, nou, ik heb al een muziek kerstman. Kap ik er gewoon er een bij. Ja, toch? Ik vind het zo grappig. Zo, kan die erbij staan. Ja, dat is toch leuk? Ja, hoeveel kerstmannen hebben we al? En er staat een vies etenschoteltje van de kandalf in de week. En dan, ja, is het gewoon gezellig. Ik heb een hele mooie engel en die had ik jullie al eerder willen laten zien, maar ik vergeet het steeds. Jullie hebben hem al gezien, maar die vleugels gaan heen en weer. En er zit kleur in die vleugels, maar er zat ook muziek in. Nou, dan werd je gewoon zo wat doof. Dus dat moet maar niet. Nee. Maar oké, ik ga verder aan het werk hier aan deze kant. En ik zeg in ieder geval even een fijne avond. En voor later welterusten en gezond op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Dus zeggen, geniet van alles. Doei doei.